Meneer Van der Biesem, hoe lang woont u in Spangen? Nou, ongeveer 50 jaar. 50 jaar, dat is een halve eeuw. U kent de buurt wel heel goed? Ja, ik ken ongeveer wel. Ik ken die veranderingen ook zien. Oké, wat is er eigenlijk veranderd in de afgelopen 60 jaar? Nou, dit gebouw stond er zeker niet. Oké. Het was een kerk. Oh. Het is dat helemaal veranderd is geweest, dat is helemaal weg. Okay. Daar heb ik ook gewoond. Okay. Ja, in de Multitielenstraat, daar heb ik ook gewoond. Okay. Ja, en ik ben op de dierenartsingel geboren, dus ik ben een oude Rotterdammer. Hè. U bent blijkbaar niet naar een andere buurt gegaan of in een andere wijk. U bent toch gebleven in Spang. Heeft daar een speciale reden voor? Nou, nee hoor. Het is gewoon een kwestie van een huis krijgen. Okay. Maar je hebt wel, de ene huis bevalt, de andere bevalt niet. Het is, je gaat verhuizen. Ik heb nog ondertussen in de Jarenstraat gewoond en zo. Dus, Waterreusstraat heb ik ook gewoond. Dus ik ben goed bekend in Delfshaven. Oké. Okay. Dus hele bekende man uit Delfshaven en Spangen. We willen u graag bedanken voor deze interview. Ja, en tot de volgende keer.